Vanaf de Hesselt-Müllerbrug over de Vechten-Omme heb je een mooi uitzicht op de beide oevers van de rivier die Omme doorsnijdt. Hesselt-Müller is de man die in 1492 van de bisschop van Utrecht toestemming kreeg een brug te bouwen. Er is hier veel interessants te zien. Om te beginnen de oever die hier Mars wordt genoemd. Die werd gebruikt als bleekveld waar de vrouwen vroeger hun linnengoed in de zon te bleken legden. Tegen de wijzers van de klok indraaiend zien we het oude gemeentehuis dat in 1982 zijn functie verloor. Nu huisvest het gebouw het Nationaal Tinnenfigurenmuseum, een galerie en een bistro-ijssalon met een fraai terras aan het water. De Overijsselse Vecht ontspringt in het Duitse Münsterland en mondt bij Zwolle in het Zwarte Water. De Vecht had een belangrijke transportfunctie. Met name 18e en 19e eeuw was een bloeiperiode voor de scheepvaart op deze rivier. Nu is de rivier vooral het domein van de watersporters en hengelaars. Op de andere oever staat de Konijnenbeltmolen die in 1806 hier was neergezet door Hendrik Konijnenbelt als windolie- en pelmolen. Later raakte de molen in verval tot hij in 1976 grondig werd gerestaureerd. Als laatste interessant punt komen we uit bij Hotel De Zon. In 1978 was dit hotel wereldnieuws, toen, na heel hoog water in de Vecht, op het benedenterras van het hotel een dode tijgerhaai was aangespoeld. Hotelhouder Theo Bakker ontving drommen toeristen, vooral uit Duitsland, die het wonder met eigen ogen wilden aanschouwen. Enkele dagen later maakten deze mensen een harde landing toen Theo Bakker vertelde dat de haai bij wijze van 1 april grap met een koelwagen was aangevoerd vanaf de Parijse visafslag.